de Veluwe vliegt een vlinder die het misschien wel niet gaat redden. Het Gentiaanblauwtje. Een prachtig klein blauw vlindertje met een ingewikkeld leven. Zo ingewikkeld dat het Gentiaanblauwtje in Nederland bijna is uitgestorven. Om te overleven is het van groot belang dat de vlinder soortgenoten vaak wel tientallen kilometers verderop kan bereiken. Om zich voor te planten bijvoorbeeld. Maar helaas is Nederland opgedeeld in kleine stukjes natuur die van elkaar worden gescheiden door brede snelwegen. Ja, zo'n snelweg, daar komt zo'n klein vlindertje natuurlijk nooit overheen. Die waait weg of die komt tussen de ruitenwissers van voorbijrazende auto's. Daarom zijn er rond de Veluwe 11 ecoducten gemaakt. Natuurbruggen die ervoor zorgen dat zo'n klein diertje van de ene naar de andere kant komt. En heel veel andere dieren natuurlijk ook. Ik ga vandaag op zoek naar het bijzondere blauwe diertje. En ik ga een bezoek brengen aan het nieuwste ecoduct over de A1. Een piepklein natuurgebiedje bovenop de snelweg. Op zich is dit eigenlijk al mooi genoeg, hè? Ja. Zo. Waar zijn we precies nu? Ja, precies. Het is eigenlijk een geheime plek, hè? Maar dan kun je het dan een beetje geheim omschrijven? In het hart van de Veluwe zijn we. Ja. Want waarom is het geheim? Omdat we het over een soort hebben die heel zeldzaam is. Dan is elk plekje wat verstoord wordt, is toch weer een risico dat hij het niet redt. Dat houden we geheim. Vind ik wel mooi. Ja, hè? Het is er wel, maar we zeggen niet waar. Nee, precies. Want hoe zeldzaam is die vlinder? Nou, we hebben nu nog maar zo'n 30 populaties echt over in Nederland. En dat waren daar eerst ooit honderden, zeg maar. Dus laat ik even bezinken, hoor. Want dat is dramatisch ingekrompen, dus. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat het bij jullie alarmfase 10 is. Ja, precies. Nou ja, eerst was het ook van haalt het Gentiaanblauwtje 2020. En als je dan de lijn doortrok, dan was het dan exit. Nou ja, we zien wel een kleine afvlakking. Dus ja, we houden nu echt de grotere... vroeger hele robuuste plekken, die houden we nu over. Mm-hmm. Zelfs of die het houden, dat is dan de vraag. Ja. Ja. Dat kan een sfeer omslaan in 3 minuten, hè? Ik kwam net zo blij aan. En ja, precies. Dan... Ja, oh. Ja. Jeetje, ja. Hoe gaan we hem opsporen? Want hij moet hier ergens zitten. Ja, nou het handigste is om naar plekken te gaan waar gentianen bloeien. En daar hoort die vlinder bij? Daar hoort die vlinder bij, ja. Ja. Nou. Ja, die zet zijn eitjes alleen op die klokjes gentianen af. Ook dat nog? Ja. Ja, dus dan kies je nog een zeldzame plantensoort uit ook. Hij maakt het zichzelf niet makkelijk. Nee. Maar ja, vroeger was dat geen probleem, hè. Dan had je die heidevelden en die beekdalen door het hele landschap. Zullen we weer zeggen, vroeger was alles beter. Ja, voor de natuur die soort wel. Ja. Oh, kijk. Hey. Daar hebben we een gentiaanblauwtje. Jeetje. Oh, u vliegt al een eentje weg. Hij is er gewoon. Komt hij terug, denk je? Nou, meestal vliegen ze niet zo ver, maar met dit warme weer, dan kunnen ze best een tijd in de lucht blijven. Voordat ze gaan eindelijk eens stil zijn. Op dat klokje zitten. Ja, of even op de dophei om wat nectar te drinken. Of gewoon even bijkomen op een stengeltje. Kijk, hier en hier zien we een klokjesgentiaan. En waarachtig, daar zit een vrouwtje. Waar zie je denk dat? Ik eitjes af te zetten. Hè? Ja. Oh, ja, daar. En dan juist op die niet bloeiende gentianen met nog jonge knoppen. Met die vleugels dicht, dan zie je hem bijna niet. Ja. En hoe zie je nou dat die eitjes aan het leggen is? Nou ja, ik zie in ieder geval daar een eitje, die witte puntjes. Oh ja.
echt dat die jonge knopjes... Heel klein. Ja, heel klein. En ze zit nu denk ik even uit te rusten, want het kost best veel energie. We kijken naar een barende vlinder. Ja, inderdaad. Ja, wow. Ja. Vergis ik me nou of is het echt een heel zeldzaam moment? Ja, dat is wel heel bijzonder, want er zijn steeds minder gentiaanblauwtjes. Kijk, daar zie je dat achterlijfje dat een beetje zo heen en weer gaat. Ja. En dan komt ze dat vaak zo wat naar voren, zodat ze dan het eitje goed op de knop kan afzetten. Maar dat moet timing is dit, hè? Ja. Dat kan je niet verzinnen gewoon. En ondertussen kan je even bestuderen hoe prachtig die vleugels zijn. Ja. Ze zijn wonderschoon. Klimaatverandering is echt van alle tijden. Al zolang als de aarde bestaat gaat het klimaat heen en weer. En soorten verhuizen naar het zuiden, soorten verhuizen naar het noorden. En één van de planten die we ooit vanuit het noorden hebben gekregen tijdens de allerlaatste ijstijd, dat is de plant waar ik nu middenin lig. En dat is kraaihei. In het zuiden van Nederland komt hij gewoon niet voor. En hier staat hij wel. En vanaf hier op de Veluwe noordwaarts kom je hem overal in de heidevelden tegen. En als je in Scandinavië bijvoorbeeld bent, is dit gewoon een super algemene plant in de bossen en op de heides. Dus het is een koude minnaar. Aan de andere kant van het hellinkje is het veel heter en daar groeit hij dan ook al niet meer. Nou, met het opwarmende klimaat wordt het misschien wel te heet en te droog voor die kraaiheide en gaan we deze verliezen. Nou, het is niet zo'n ramp, want in het hoge noorden staat hij nog volop. Maar er zijn andere planten die hier naartoe willen komen. Planten vanuit Frankrijk worden daar straks te heet voor en die willen dan hier groeien. En dat is een uitdaging. Voor sommige planten is het heel makkelijk. Denk bijvoorbeeld aan paardenbloemen met van die zwevende zaadjes met pluisjes. Die verplaatsen zich heel makkelijk over redelijke afstanden. Waterplanten die verplaatsen zich in de magen van eenden of in de voeten van eenden. Dat lukt toch nog wel. Maar je hebt ook planten die verplaatsen zich met behulp van grote dieren, grote grazers. Die liften mee in de vacht. En dan hebben we een probleem omdat heel veel dieren opgesloten zitten binnen natuurgebieden. Vaak zelfs binnen hekken. Nou, en daarvoor is de aanleg van ecoducten of andere verbindingen die natuurgebieden verbinden, heel belangrijk. Dus binnen de Veluwe kunnen nu planten zich makkelijk verplaatsen. Maar de uitdaging wordt dat echt op grote schaal de verbindingen hersteld worden. Dat planten vanuit Frankrijk straks hier naartoe kunnen komen. En als die kraaiheid weg is, dat hier straks een leuke plant uit Zuid-Frankrijk kan groeien. Die gentianen kunnen ze in ieder geval ruiken. Mm-hmm. En dat ze ook ruiken of er mieren in de buurt zijn waar die rupsjes uiteindelijk van afhankelijk zijn om groot te worden. Die eten ze op? Ja, er zijn een heleboel mieren die ze op willen eten. Maar er zijn ook mieren bij die eigenlijk om de tuin geleid worden. En die rupsjes die lijken dan chemisch heel erg op op dat mierenbroed. Mm-hmm. En die mieren die denken, hier ligt een weesje buiten het nest, die nemen we snel mee. En zo raken die rupsjes dus in dat mierennest. Oeh. En dan worden ze zelfs gevoerd door de mieren. Dan komen ze nog uit ook? Ja. En dan blijven ze dus de hele winter in het mierennest zitten. De koekoek onder de vlinders? En eigenlijk, ja, precies. Ja. Wauw. Eigenlijk is het dus heel, heel veilig in zo'n mierennest. En hoe lang heb je moeten onderzoeken om daarachter te komen? Want dat klinkt als een heel ingewikkeld proces. Ja, inderdaad. Ja. Nou, daar zijn gelukkig al eerdere vlinderaars naar op zoek geweest. Dat is echt al begin 1900 dat daar mensen mee bezig zijn geweest om, mm-hmm. om die vlinders te kweken. En dan op een gegeven moment alleen met die gentianen niet verder kwamen. En dan kwamen die rupsjes, die kwamen dan die gentiaan weer uit. Kijk. En dan dacht ze van, nu moet het klaar zijn, maar dat is dat niet zo. Prachtig, hè? Het zit er nu gewoon het volgende ei uit te broeden. Ja. Dat doet niks. Nee, inderdaad. Ja, veel gebeurt er ook. In de ochtend dan is er bijvoorbeeld veel nectar is er aanwezig. Dan moeten ze natuurlijk ook weer een beetje warm draaien. Mm-hmm. En dan zo midden overdag, dan willen ze wel eens eventjes wat
pauze. Nou, rechtdromen, zullen we maar zeggen. Van mooie, knappe mannetjesvlinders. Ja, precies, ja. Oh, hier zijn er meer, ja. Word jij nou ook blijer nu? Ja. Ja, en ja, dan weet je dat je wat kunt verwachten. Dat is het leuke. Ja, zelfs na 15 jaar nog. Ja. Word jij blij? Ja, en des te blijer natuurlijk, omdat het steeds bijzonderder wordt om er eentje te zien. Ze worden echt zeldzaam, ja. Maar Michiel, dramatische terugloop. Ja. 2/3, 3/4 weg. Wat moeten we doen? Ja, eigenlijk een heleboel. We moeten natuurlijk zorgen dat dat landschap weer gaat samenhangen. Dat die plekken waar ze zitten, dat dat geen eilandjes zijn, maar een netwerk. Mm-hmm. En zou het dan ook zin hebben, want daar zijn we natuurlijk vandaag ook mee bezig, om die gebieden te verbinden door ecoducten over die snelwegen? Dat lijkt me best een goed idee. Maar dan zou het dus kunnen, dat je een beetje fatsoenlijk breed ecoduct hebt, dat ze en passant eroverheen fladderen. Ja, dat zou heel goed kunnen. Dus, daar hoop je echt op, hè? Daar hoop ik wel op, ja. Ja. Zou er nog één komen, denk je? Blijf net zo lang wachten tot hij er is. Ja, lijkt me een goed idee. Ik zit hier op een vochtig stukje Veluwe, met heel veel pijpenstrootje. En dat veld hier zit vol met wespspinnen. En hier van mijn neus, daar zit een randje. En ze zijn ontzettend aan het moorden. Ze moeten wel, want ze moeten gewoon eten. En wat ze eten, hier zijn dat heel veel sprinkhanen. Het zijn verschillende soorten sprinkhanen. Als ik het goed heb, is dit een knopsprietje. Ik heb ze ook al gezien dat ze moerassprinkhanen te grazen namen. En die webjes die hangen tussen het gras en dat is precies op springhoogte van die sprinkhanen. En als hij dan pech heeft dat hij zijn web inspringt, ja, dan gaat deze wespin aan het werk. Die reageert meteen en hij vliegt erop af, gaat daar cirkeltjes mee in draaien, echt bizar snel, waardoor hij hem in hele korte tijd omwikkelt. En hij bijt natuurlijk de sprinkhaan. En dat gif dat verdooft hem. Maar dat duurt even, dus als hij hem ingewikkeld heeft, dan zie je die wespin weer een stukje verderop in het web gaan zitten. En dan is het rustig wachten totdat die sprinkhaan verdoofd is. En is dat gebeurd, dan gaat die wespin weer terug. En dan is het genieten van de heerlijke sprinkhanenmaaltijd. En dat is deze nu aan het doen. Nou, die wespin, makkelijk te herkennen natuurlijk, lijkt een beetje op een wespje, maar dan met 8 pootjes. Die is heel nieuw in Nederland. In 1980 werden de eerste gevonden in het uiterste zuiden van Limburg. En pas in de jaren 90 begon ze een klein beetje op te rukken richting het noorden. En pas sinds de eeuwwisseling dat het echt heel hard gaat en dat ze zich als een idioot verspreiden over Nederland. En het leuke is, dit soort spinnen verspreiden zich niet over land, maar dat doen ze door de lucht. En dan denk je, ja, spinnen, leuk, maar die kunnen helemaal niet vliegen. Nee, dat klopt. Maar over een paar weken, een paar maanden, dan worden hier jonge spinnetjes grootgebracht. En die hele kleine spinnetjes, die gaan dan doen wat ze in Engeland noemen ballooning. Dus als het ware ballonvaren. En ze zijn superklein, superlicht, spannen een draadje spinrag. En bij heel warm weer, zoals vandaag, dan gaan ze gebruik maken van de thermiek. Net zoals zweefvliegtuigen of roofvogels doen. En die thermiek zorgt ervoor dat dat hele kleine spinnetje aan dat dunne draadje helemaal omhoog gaat. En dan wordt hij vervolgens met de wind meegevoerd. En in het verleden is dat dus met winden die vanuit het zuiden naar het noorden blazen. En zo zijn ze hier terechtgekomen. En inmiddels zitten ze bijna de heel Europa. En dankzij de klimaatverandering kunnen ze hier overleven. Vroeger kwamen ze misschien ook wel aan, maar dan was het gewoon te koud. Vroren ze dood. De zomers waren te koud en te nat. Maar nu is het echt een succesbeest dankzij klimaatverandering. Ja, dit is Stan. Hier begint het. Faunapassage Kootwijk en Zand.
immens project wat eigenlijk het Stroessen Hei en Kootwijk verbindt met de bossen aan de noordzijde, de bossen van Maanschoten. Maar hoe noemde jij het nou? Ecoduct, zeggen wij. Ja, Fauna Passage, Kootwijk is dan het ecoduct, Natuurbrug. Er zijn allerlei namen passage. Natuurlijk. Dus, maar ik ga even passage. Kijken, want ja. Het is wel een bijzondere aanblik. Ja, het is een immens project. Hier wordt een onwijze afstand overbrugd van de zuid- naar de noordzijde. En dat begint met de spoortunnel, zoals je ziet. Ja, maar dan kunnen we er gewoon oplopen. Wij kunnen er gewoon oplopen. We kunnen de oversteek maken. Die kant? Ja, let's go. Laten we dat doen. Nou, we overbruggen zo een hoogteverschil van 9 meter. Vanaf het laagste punt tot het hoogste punt is dat het verschil. Dat is best wel fors. Ik rijd wel heel vaak op de A1. Dus je gaat eerst over de A1 en dan nog ergens overheen en dan onder het spoor door, toch? Het zijn drie dingen. Ja, als je vanaf noord naar zuid kijkt, dan ga je twee rijbanen overheen. Dat is het. Omdat die behoorlijk uit elkaar liggen, maakt het ook zo'n groot, immens project. Ja. Wat ik zei, het is ongeveer 350 meter wat je uiteindelijk oversteekt van de ene naar de andere zijde. Dat is groot. Ja. Echt heel breed, hè? Ja, 50 meter breed. En tegenwoordig proberen we het zo te maken dat er eigenlijk allemaal kleine biotopjes, kleine habitats zijn. Ja, die stronken zijn natuurlijk een prachtige verbinding voor de kleinere soorten. Kleine zoogdieren, zandloopkevers, reptielen. Ja. Zie je iets? Ja, even loeren wat er eventueel te zien is. Niks zo te zien. Ja, boompiepertjes wel. Oh ja, vogeltjes. Ja, je ziet het, hè? Het bewijs dat hier stikt van de dieren. De prenten, sporen. De prenten zitten hier overal. Oh, dat noem je weer prenten, ja. Ja, ja, pootafdrukken, prenten, hoe je het wil noemen. Wat is dit bijvoorbeeld? Ja, hier is duidelijk ook edelhert te zien. Edelhert. Als je wat verder zoekt, dan zul je ongetwijfeld ook reeën tegenkomen, wild zwijn, ja. Haas. Loopt hier echt van alles al dus rond. Alles stikkert er al overheen. Ja, het heeft even geduurd, volgens mij 1,5-2 weken. In het begin liepen ze wel een beetje omhoog, maar durfden ze eigenlijk niet te passeren. Ja. Inmiddels maken ze echt volop gebruik van de oversteek. Ja, dat is echt top. Er zitten hier vliegende herten. Hier een mannetje en daar nog een mannetje. En dat mannetje heeft het helemaal van elkaar, want die heeft een vrouwtje gevonden. Zit er helemaal met de kaken overheen om dat vrouwtje klem te zetten. En dat is bedoeld om te gaan paren. En als ze dan het eigenlijk succesvol gepaard hebben, dan gaat het vrouwtje eitjes afzetten. En dat eitjes afzetten, dat doet ze op hele bijzondere plekken. Namelijk waar oude, verrotte eiken staan. Nou, en dit is zo'n eik. Dat is heel erg verrot, maar hier onder de grond zit ook nog heel veel. En daar is die eik aangetast door schimmels. En daar leven de larven, jarenlang. Afhankelijk van het weer. Afhankelijk van het weer gedurende al die jaren dat ze hier zitten, worden ze kleiner of groter, de uiteindelijke kevers. En deze zijn relatief klein. Nou, dat beest is stikzeldzaam geworden. Ze zitten in Gelderland op een paar plekjes op de Veluwe en bij Nijmegen. Ja, en in de eerste zin zit al het probleem, een paar plekjes op de Veluwe. Dus niet de Veluwe is een spreidingsgebied, maar ze zitten heel geïsoleerd. En voor eigenlijk alle soorten geldt, als ze geïsoleerd leven, dan heb je een hele grote kans op inteelt, een hele grote kans op uitsterven. Dus om dat te voorkomen, moeten eigenlijk die populaties verbonden worden. Nou, en hoe kan dat? Onder andere door het aanleggen van ecoducten. Het klinkt raar, want zo'n beest vliegt er gewoon over de snelweg heen, zou je denken, want ze kunnen vliegen. Ja, dat klopt. Maar uit onderzoek weten ze dat die vrouwtjes maximaal zo'n 3 kilometer vliegen. En die mannetjes, die komen nog minder ver. Ze hebben wel vleugels, ze kunnen vliegen, maar ze hebben zo'n bizar lijf met twee van die hele grote kaken. En dat vliegt heel ongemakkelijk. Maar zo'n ecoduct kan daarbij helpen. En daarnaast is nog een ding nodig, namelijk dat er in de Nederlandse bossen meer eiken staan, oude eiken mogen blijven staan. En dat als ze doodgaan, dat ze mogen blijven staan en het hout wat valt, dat het mag blijven liggen. En dan krijg je weer van die rottende plekken met wit rot, zoals dat heet, waar die larven van leven. En hopelijk komt dan ooit een dag, over tientallen, misschien wel 100 jaar, dat we overal in Nederland vliegende herten, nou ja, rondvliegen en vooral rondwandelen. De A1. Ja, dat is dan die belangrijke verkeersader die de Noord-Veluwe eigenlijk heeft gescheiden van de Zuid-Veluwe. Ja, met de bouw van het ecoduct hebben we mooi die twee natuurgebieden weer verbonden. Ik heb nog nooit op een ecoduct gezeten. Ik moet je eerst zeggen, ik ook nog niet. Ik heb er overheen gelopen, maar nu zitten we op die rand. En het is vrij rustig op de snelweg, maar overdag is die natuurlijk zelfs druk met auto's en vrachtwagens. Het is 7 uur, dus nog steeds hartstikke warm.
is toch een beetje heel Holland bakt hier, vind je niet? Als we hier de hele dag blijven zitten, dan bruiden we aardig bij, denk ik. Ja. Maar die beesten komen hier voornamelijk 's nachts of 's avonds overheen? Ja, uiteindelijk dient de rust te zijn. En als het wat donkerder wordt, dan wordt het bos van de dieren en dan gaan die hier passeren. Het kleine spul, de vlinders en de zandloopkevers maken hier natuurlijk overdag ook gebruik van. Maar de grote hoefdieren komen pas als het echt rustig wordt. Ja. Ik snap heel goed dat edelherten daar overheen durven. Maar dan heb je dat piepkleine Gentiaanblauwtje. Dat is gewoon... Ja, nee, je kan je voorstellen, voor een zandloopkever, voor zo'n kleine vlinder, is het een onwijze barrière. Er zijn natuurlijk gigantische luchtstromen ook die op gang komen. Dus ook voor vlinders is het heel belangrijk dat er dit soort voorzieningen zijn. Maar het is zo lang nog voor die vlinder? Ja, goed, die heeft de tijd toch om over te steken, als hij de route maar weet te vinden. Ja? Zo simpel is het? Nou ja, goed, uiteindelijk wel. Kijk, het Gentiaanblauwtje is natuurlijk een hele kritische soort die het te slecht doet. We hopen uiteindelijk dat hij gebruik gaat maken van deze verbindingen en dat hij zich op die manier door die velen verspreidt, hè. Goh, nou, daar hebben ze het hoor. Dit maak je niet zo vaak mee. Ecoducten zijn groene viaducten over wegen en spoorlijnen die bedoeld zijn om de leefgebieden van groot en klein wild aan elkaar te verbinden. Door de uitwisseling met hun soortgenoten verderop ontwikkelen de dieren betere genen en is de kans groter dat ze overleven. In Gelderland knopen de ecoducten over de A12, de A50, de A1 en de A28 de verschillende natuurgebieden van de Veluwe aan elkaar. Dat de dieren ook echt gebruik maken van de groene passages weten we uit foto's gemaakt door nachtcamera's. Laatste stronken. Ja, dit is dan de noordkant, hè. We zijn nu helemaal overgestoken eigenlijk. We zijn erover, ja. Ja, we hebben het gehaald. We kunnen de Edoherd het bos in. En, ja. Hier gaan we straks nog die verbindingen creëren naar het Kootwijkerveen. Hier begint het echte bos weer. Ja, hier begint het bos van Maanschoten met de jeneverbessen en de kruiheide vegetatie. En als je nou ver in de toekomst kijkt, al die versnipperde stukjes worden aan elkaar geplakt. Is dit het einde? De ecoduct nu is het af? Dit ecoduct is klaar, maar wat dat betreft gaat de ontwikkeling van de infrastructuur natuurlijk hard. Wat dus, is het volgende stapje? Nou ja, goed, er worden nog een aantal ecoducten hier in de buurt gerealiseerd ook. Maar er zullen ook nieuwe wegen komen. Dus wat mij betreft zijn we zeker nog niet klaar. Mm-hmm. En ligt er voor de toekomst nog een grote uitdaging om te zorgen dat die Veluwe nog verder ontsnippert als er weer nieuwe wegen ontstaan. Dus het wordt eigenlijk weer met al die onderbrekingen erin één Veluwe? Dat is natuurlijk het idee, ja. Nu even wachten tot een hert komt. Hoe lang duurt dat nog? Geen idee, ik zal eens even kijken in de bosrand. Het is nog te vroeg, hè? Het is te vroeg, ja. Ik vind een kwikstaartje, maar er blijft het ook bij, hoor. Ja. Ik vind een kwikstaartje toch niet echt een hert? Nee, nee. Maar vanavond komen ze. Ja, vanavond. Als wij weg zijn en de rust weer is gekeerd, dan zijn ze hier. Als wij weg zijn. Zullen we maar? Let's go. Grappig, hè? Ben je de hele dag bezig met ecoducten en hoe zo'n piepklein vlindertje over zo'n snelweg komt en dan kijk je hier één groot natuurgebied. Ja, maar het is echt heel groot, hè? Want eigenlijk begint het gewoon 10 kilometer naar het noorden bij Hattem. Dan gaat het nog 10 kilometer door, helemaal naar het zuiden, ja, tot aan Arnhem. Aan de Middellandse Zee, dacht ik bijna. Nou ja, dat is wel het idee natuurlijk voor dit soort vlindertjes, dat ze dat soort afstanden kunnen afleggen. Ik vind het mooi dat mensen daarover nadenken. Ja, misschien moeten wij dat ook gewoon doen hier op het bankje met het uitzicht. En vooral genieten. En een beetje nadenken.
Wil je alles weten van onze prachtige natuur in Gelderland? Ga dan naar ons buitengewoon platform. Buitengewoon.nl. Hier vind je het laatste nieuws en de mooiste foto's en video's uit de Gelderse natuur. Kijk mee met onze unieke livestreams of ga op pad met onze buitengewone natuurwandeling. Buitengewoon.nl.